Miguel Nelom, gaat het inmiddels weer helemaal goed? Ja, gaat een stukje beter. En ik ben blij dat ik in ieder geval groot gedeelte met de trainer mee kunnen doen. Ook. Dat was volgens mij eigenlijk de eerste keer deze week dat je echt volgens mij helemaal voluit goed mee kon doen. Ja, klopt. Ik heb ook naar uitgekeken. En het is toch goed mijn rust gepakt ook. En ik ben blij dat ik weer groot gedeelte kon meedoen. Ja. Waar had je nou precies last van? Wat misselijkheid. En zie je van de vliegreis ook. Maar, wat verkeerd gegeten. Maar ik voel me niet stukken beter. Ja. Zin in het nieuwe seizoen? Ja, het is eigenlijk al een beetje begonnen. Ik denk dat dat gevoel bij zo'n trainingskamp echt naar boven komt. Ja, tuurlijk. De hele groep is weer bij elkaar. En het is weer lekker om met de boys op het veld te staan. En kijk vooruit naar een mooie seizoen weer. Daar werken we niet hard aan. Zorgen de laatste dagen ervoor dat je vanavond niet kan spelen, denk je? Wat zeg? Zorgen die laatste dagen dat je niet helemaal fit was op de trainingen voordat je vanavond niet kan spelen, denk je? Ja, dat heb ik besproken met de medische staf. En het lijkt me niet verstandig om niet zo snel weer de hele wedstrijd te spelen. Het is ook niet een heel belangrijke wedstrijd tegen een heel toonaangevende tegenstander. Nee, ik denk als het nog belangrijker zou zijn, dan zou ik misschien wel de risico nemen, maar vandaag niet. Dit is eigenlijk de laatste soort van amateurploeg in deze voorbereiding. Voor de rest allemaal serieuze tegenstanders. Dit seizoen in de voorbereiding voor jullie. Is dat lekker voor een voetballer om dat soort meetmomenten al vroeg in de voorbereiding te hebben? Ja, het is wel lekker. We hebben nu iets langer de voorbereiding. En is het wel goed dat je ook sterkere tegenstanders hebt in de voorbereiding. Om goed te zijn voor de competitie straks. Zijn dat dan ook meer waardevolle wedstrijden inderdaad dan tegen een tegenstander die niet te vergelijken is met wat je straks tegen gaat komen? Ja, je kan je gewoon beter testen of je nu al fit genoeg bent om te starten straks.